Jaap weet sinds hij 3 jaar is dat hij het syndroom van Usher heeft. Inmiddels is zijn zicht nog maar zo'n 10% en hij is al nachtblind. In combinatie met zijn doofheid heeft dat een enorme impact op zijn leven. Het is alsof ik in een nachtmerrie zit. Ik heb zulke stilte. Ik zoek steeds dingen waardoor ik positieve energie kan krijgen. Meer dingen kan ik niet meer gaan zien. Ook al weet ik dat ik misschien later niet meer kan zien. Dus ben ik eens proberen voordat ik niet meer kan. Er is helaas nog geen behandeling of medicijn dat het syndroom van Usher kan stoppen, laat staan genezen. Jaap heeft al zijn hoop nu gevestigd op een genonderzoek in Amerika. Daar zijn miljoenen euro's voor nodig. Daarom heeft hij een bijzonder filmpje gemaakt waarin hij zijn situatie uitlegt en waarin hij mensen vraagt het onderzoek in Amerika financieel te ondersteunen. Ik hoop dat ik dan meer kan fietsen. Ik hoop dat ik dan weer kan fietsen. Dan zijn we veel zelfstandig. Ze sparen ook een idee meer energie. Het is heel belangrijk dat er veel geld binnenkomt voor onderzoek. Er is namelijk nog heel veel nog niet bekend. Als wij daarin iets kunnen betekenen waardoor de progressie, dus de achteruitgang, kan worden gestopt, dan is dat heel erg waardevol. En kan iemand bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven, heeft iemand in de toekomst ook minder hulpmiddelen nodig. En uiteindelijk hopen we zelf natuurlijk op genezing. Maar daarvoor is echt nog heel veel onderzoek nodig en ook heel veel geld nodig om dat te kunnen realiseren. Ik wil niet echt bedelen. Maar ik heb me zo schrank weer terug in de zin. Ik ben de verrassende in de zin.